Jess Den Velde komt hier binnen. Zien er wat moe gestreden uit. Zit er nog een beetje energie in? Daar komt het van. Het Kompas uit Radenwijk ook welkom. Die hebben elkaar gevonden inmiddels in het... Dag, kijk aan. Theo, de voorzitter. Het is de 63ste keer, Theo. Ja, zeker de 63ste keer. Over 2 jaar is het een jubileum. En het wordt enkel mooier, het wordt enkel warmer hier. Ja, oranje boven, zeg maar rustig. Dat doen jullie goed. Welkom. Hoeveel kilometer hebben jullie gewandeld? 10. 10? Dan zie je er al zo fris en fruitig uit. Nou, vandaag 10. En de blaren? Nee, geen blaren. Dat doen jullie niet aan. Een hele grote groep scootmobiel riders. Die staan een hele serieuze file te maken hier in vak 43. Thank you.
Dankjewel, ja, dat doe ik natuurlijk graag. Als ik op andere plekken ben, als een andere gemeente, als sportwethouder, zeg ik al, ik kom uit de meest sportieve gemeente. Dan vragen ze altijd waarom, en als je dan de evenementen opnoemt die in Houtweg plaatsvinden, dan is dat voor mij bewijs genoeg. En dat is ook vandaag zo, meer dan 3000 deelnemers. Dat is echt iets waar we elkaar trots op kunnen zijn. Dus in die zin niet zozeer een applaus voor mij, maar vooral voor jullie zelf zou ik zeggen. Applaus! Het palet! Die ronde goed gescoord werd, de tweede prijs. Dank voor het applaus. Dan gaan we nu naar de eerste prijs in deze categorie. Belangrijke prijs voor de kleuters. En die zijn verkleed als lieve heersbeest, heb ik begrepen. Dat is de morgenster. Goed opgelet. Deelnemers van de 5 kilometer. Derde prijs. Ja, jullie hebben verschillende kostuums. Jullie hebben zo mooi gelopen en goed gezongen dat we hebben gedacht, de derde prijs, 5 kilometer voor de regenboog. De tweede prijs voor de 5 kilometer. Zij deden onderweg een fantastische leuke dansjes en dat waren de leerlingen van groep 4A van de Doekenschool. Dat zijn verwachtingen en zwemmen bij je was natuurlijk zo. Maar jullie zijn er gloeiend bij hoor. Inclusief de Inkers. We gaan naar de eerste prijs op de 5 kilometer. En die gaat naar de Vlinder 5 en 6. De Doekenschool 8A. De Rizeeschool 8. Gaan we door naar de eerste prijs van de 10 kilometer. De Stropers, de Doekenschool 8B. We willen van het hele land in de Sierad. De allerlangste neer. En het Nijlpaard, de allergrootste bek. De laatste categorie. De zaterdaglopers, en daar delen we één prijs eruit. De eerste prijs die betreft naar KC Hardenberg.
applaus voor de wethouder van Sportzaken, Martijn Breukelman. Dankjewel. En de 65ste keer gaat hij zelf ook meelopen, hè Martijn? Hè? Ja. Pak nog een ijsje, een drankje op het terras hier in Hardenberg, want het is o zo gezellig. En geniet na. En tot volgend jaar allemaal. Doei.